Goedenavond. Ik moet even mezelf opzoeken hoor. Momentje. Ja, daar zijn we. Goedenavond. Gezellig. Hi Anne. Zo grappig dat jullie me ook gewoon coachje noemen. Oh, ik wacht heel even, maar ik zie dat mijn aantallen alweer niet meer doorlopen. Maar goed, ik kan jullie meelezen, dus ik vind het helemaal prima. En de rest is niet zo belangrijk. Goedenavond. Luisteren. Wat zeg je? Hi. Nou, dan worden er even een bubs getagd. Goedenavond allemaal. Nou, ik ga vanavond proberen. Ik weet niet of het lukt. Proberen twee kaartjes te maken. Ze zijn eigenlijk best wel heel clean. Ik moet ook nog wel even werken met mijn e-bossen. Want ik heb niet alles uitgestanst. Ik ben even lekker een rondje wezen fietsen vanmiddag. Dus ik denk, het is lekker weer. Dat moet ook beuren. Maar dit zijn dus de ingrediënten. Ik ga niet foilen. Ik ga wel een foil gebruiken. Maar ik had nog een hot foil afdruk liggen en ik dacht, ja, die ga ik gewoon even opmaken. En waarom ga ik niet foilen? Vorige week heeft Daisy hier in de groep ook al gefoild. Gisteravond bij Studio Light heeft Marianne gefoild. Dus eigenlijk, als jullie willen weten hoe het werkt, kunnen jullie daar gewoon naar kijken. Heel simpel. Er staan een heleboel filmpjes al op YouTube, ook ik kijk daarnaar. Maar ik ga dus eigenlijk één kaart maken met de foil en één kaart voor de mensen die niet een foilmachine hebben, maar dat de kaart erop lijkt, zodat je bijna eigenlijk hetzelfde, bijna hetzelfde effect krijgt. Niet hetzelfde, bijna. Want hetzelfde kan niet natuurlijk. Dus zullen we aan de slag gaan. Ik heb voor één kaart heb ik al een deel gestanst. En voor één kaart nog niet. Dan moet ik even kijken waar ik nou wat had liggen. Want nu zie ik het helemaal niet meer. Maar nu heb ik het zo door de war gegooid. Ik had toch al twee van die dingen af. Oh, nou gaan we dadelijk gillen. Want dat vind ik helemaal niet leuk. Ik dacht dat ik er al twee had uitgestaan. Nou ja, schiet maar Malek. Ik had er twee al geëmbost. Want embossen is even een beetje lastig. Oh ja, toch wel. Oké, nou. Even de band aan de kant. Dit is een embossmal. Nou, die kennen jullie allemaal wel. Dit is een gewone embossingsmal. Dus die kan je gewoon door je machine heen halen. En eerst dacht ik, ik ga hem van zwart doen. En dan ga ik hem lekker met wax bewerken. Ik denk, nee, die heb ik ook al gedaan op de video. Dus ja, weet je, op den duur kom je ook een beetje klem. En de ideeën lopen een beetje over in het hoofd. Nou, wat had ik? Deze afdruk had ik gemaakt. Dus dat is van deze mal. En wat ga ik nu eerst even uitstansen? Achterkant. En als het me lukt, als ik doorwerk, dan heb ik die voor de tweede kaart al gemaakt. Dus, maar ik dacht, ik ga niet alles al gelijk maken, want dat is natuurlijk niet leuk. Maar dan heb ik als laatste misschien nog een snelle. Dat zou misschien wel makkelijk zijn. Nou, die heb ik nodig. En waar is de mal? Nou, ik heb de buitenste mal nodig, want ik wil deze eigenlijk aan de achterkant van die kaart. Ik kan er eventueel voor kiezen om hier gewoon een standaardje tegenaan te zetten. Nou, aangezien ik ook heel veel werk met bloemen en verdikte dingen erop, is het zo lastig schrijven. Dus dacht ik, dat gaan we niet doen. We gaan er gewoon even een dubbele kaart tegenaan zetten. Dus deze gooien we door de stansmachine. En dan kan eigenlijk de andere, kijk, deze laat ik er ietsje overvallen. Ik kan al niet meer praten. Ik heb ook het idee dat ik een beetje een heese stem krijg. 1, 2, 3. Hoppakee. Ik zet hem wel even vast. Zo. Kijk, mijn rand komt er van boven uit. Dus dit randje stans die niet, heb ik een mooie vouwnaad.
Dan heb ik deze en ik ben eigenlijk dom geweest hoor, maar ja goed. Dan kunnen jullie daarvan leren. Kijk, hij is al heel netjes geëmbost. En ik ga hem dus nu door mijn machine draaien, want ik wil hem op deze maat hebben. En het... een sexy stem, ja, dat is waar. Dan krijg je zo'n zwoele stem, hè. en dan kan ik jullie dadelijk gelijk het domme eigenlijk laten zien. Maar we gooien hem er doorheen, want hij is geëmbost, hè. Dus ik weet niet of dat te zien is. Er zit, want ik heb, oh, mijn lamp zat een beetje raar. Ik ga mijn lamp ook zo even verdraaien. Is het te zien? Er zit veel vertraging op. Ja, zo wel, hè. Zo is beter te zien. Dus jullie zien dat het een beetje verdikt is. Nou, dat is dadelijk gewoon plat, hè. Ja, want hij gaat door de machine heen. Dus ik plet hem gewoon weer. Dus eigenlijk moet je eerst je mal stansen. Dus wat ik nu doe, moet je eigenlijk eerst doen. Want nu moet ik dadelijk dit weer doen. Ik ga eens even kijken of ik dit een beetje anders kan doen. Beetje zo. Dan heb ik niet zo'n last van het licht zelf. Ja, jullie wel. Nou, jammer. Helaas. Dus deze heb ik nu nodig dadelijk om hem weer netjes te embossen. Hoor hem even lekker herrie schoppen. Spannend, hè, wat het wordt. Eigenlijk wordt het gewoon twee kostkaartjes. Twee hele simpele. Nou, kijk, nou is eigenlijk mijn on-embos gebeuren verplat. Nou, dan moet ik even mijn platen wisselen. Er moeten er even twee platen van tussen. Dat was geen poep, hoor. Ik liet geen poep, ja. Dat was mijn platen die tegen de plint naar beneden zakten. Oh, voorzichtig, Ko, anders beschadig je hem. Zachtjes, zachtjes, zachtjes. Yes! Kijk, en nou is hij dus veel platter. En dat is zonde, dus we gaan hem er gewoon weer doorheen draaien. En één geluk is dan... even kijken hoor, joyful. Dan kan je voelen, want dan zit hij vast. Nou, hij zit nou al vast, dus hij zit goed. Dus dat is nog niet zo'n ramp eigenlijk. Maar we willen hem natuurlijk wel netjes hebben. Dus, wat kan ik nu doen? Dit kan los. Oh, dat heeft mijn machine wel. Die heeft dan altijd met een embossingsmol even een duwtje nodig. Hallo, goedenavond. Nou, je hebt groot gelijk hoor. Lekker even een bakkie thee. Het is vandaag zo'n dag. Wat hebben we voor een dag? Oh, echt niet. Anne, heb je rot ontvangst? Oh, mijn platen blijven hangen. Dat heb ik. En dan blijft dat ding jagen. Hartstikke idee. Dan moet ik dadelijk nog een keer opstaan, want ik moet nog wat uitstansen met een extra ijzeren plaat. Nou, dit is ook weer zoiets leuks. Oh, ja, als je het aan de verkeerde kant probeert open te maken, dan gaat het niet, hè. Badmuts. Nou, en nou is hij weer netjes. Hij is weer mooi. Maar, nou zat ik te denken, want heel eerlijk, dit wit is net iets anders wit... als het wit van hieronder. En dat vind ik eigenlijk niet mooi. Dus we gaan hem even aanpassen. Ik ga van goud. Is dit het goede goud? Even kijken hoor. Want volgens mij zit er echt geel goud in. En dit is mat goud volgens mij. En ik wil die bling bling hebben. Oeh, doet gewoon zeer aan jullie ogen, hè? Maar deze is... Eigenlijk kunnen ze alle twee. Ik ga toch voor die mat houden. Ook even kijken. Ik heb geen goede daglicht meer. Ik heb mijn raam dicht gedaan. Even kijken hoor, bij het daglicht. We halen even het rolgordijn omhoog. Nee, dan ga ik toch voor die andere, denk ik. Even kijken hoor. Oh nee, dit is rose gold. Nee. Toch voor de eerste. Oké. Okay. Ja, dan gaan we deze uitsnijden. Het is wat, hè? Ik heb bijna niks voorbereid. Dat is alleen dat geëmboste gebeuren. En dan die ene... Ja, vooruit. Is
zit wel vaker naar een live te kijken van iemand. Die moet ook altijd alles uitstansen. Dus dat maakt dan toch ook niet zoveel uit. Oepsie doepsie, de grond is laag. En dat gaat nog niet zo lekker met de buik. Oké. Gaat goed met me trouwens hoor. Voor het geval jullie bang zijn van ze gaat te hard van stapel. Ik ga echt niet te hard van stapel. Het gaat gewoon lekker. En ik heb gezegd, wat gaat, dat gaat. En wat niet gaat, gaat niet. Klaar. 1, 2, huppakee. Dus we stansen hem nu nog een keer uit. Dus ik heb nu dadelijk eigenlijk twee dezelfde formaten. Ook dat weer een beetje dom. Maar dan gaan we deze stukje eraf halen. Aan welke kant zal ik dat doen? Ik denk aan die kant. Niet te veel. Ik haal er 4 mm af. Dan moet ik dadelijk nog weer, hopla, aan de onderkant ook 4. Dus ik ben dadelijk mijn ronding kwijt. Hè? Dat is niet zo heel erg. Want ik heb zo'n pons. Dus we ponsen hem gewoon even. Dan moet ik even zoeken de kleinste. Ik moet de kleinste hebben. Dan zit ik, dacht ik, goed. En jongens, wat in het vat zit, verzuurt echt niet. Ik had beloofd dat ik jullie nog een keer een foilkaart zou laten zien. Voor verjaardagen of wetenschap of dat soort dingen. En dat komt eraan hoor. Dat lag gereed. Maar toen dacht ik, ik geloof niet dat de boekenvoordeel die spullen heeft. En dan vind ik dat niet zo leuk. Vind ik niet zo netjes. Nou, daar komt ie. Als het goed is. Als het goed is. Heb ik nu. Oh, zal ik hem er. Nee, ik weet niet wat ik dadelijk nodig heb. Dus dat ga ik niet doen. Nee. Als ik dat zie. Oh, laat ik hem erbij houden. Hè? Dadelijk ben ik hem kwijt. En ik moet nog een keer stansen. Kijk, als het goed is, is hij nou net een stukje kleiner. Zie je? En dan vind ik de overgang. Zie je dan niet zo heel erg dat dit wit iets anders wit is. Waarom is dit anders wit? Omdat er op dit witte papier gewoon heel fijn kan foilen. Dat is waar ik eigenlijk, ja, dat is heel glad. Waar je met je Copic markers over opkleurt. En als er nou een laagje tussen zit, valt het eigenlijk niet zo op. Ik vind wel lastig plakken op dat spiegelkarton. Dus je moet echt wel zorgen dat je goede tape gebruikt. Ga ik voor deze? Ja, daar ga ik voor. Ga gewoon de rode pakken. Goedenavond. Oh, ik zit weer op een stuk of 44 terug. Ja, het gaat echt lekker. Even kijken. Nou, de vierde hoek was nog heel, Lisette. Ik had hem natuurlijk aan twee kanten. Dus ik had deze kant een stukje kleiner gemaakt. Bovenkant en deze kant. Maar dan blijft deze hoek netjes. Hier heb ik een hoekbeschadiging daar en daar. Maar deze bleef nog netjes. Dus die hoefde ik niet te doen. Vandaar. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. Denk het wel, hè. En ja, met je toe. Waarom rolt dit nou niet door? Hey, aanraders voor de elektrische. Nou, weet je, dat is heel persoonlijk. Ik heb, daar gaan we al. Dat moet ik niet te snel zeggen. Maar ik zit te veel aan het randje. En dan komt hij er voorbij. Dat is heel persoonlijk. Ik heb zelf een e-bosser. En vind ik een super fijne machine. Wat daar wel van is. Zat die platen die daarin zitten. Trouwens, die wordt niet meer gemaakt volgens mij. Maar soms kun je hem nog wel eens tweedehands kopen. Die zijn wel behoorlijk zwaar. En ik heb ook een die van Nelly sneller boven staan. Op een, dat is eigenlijk de afdeling overschot, zal ik maar zeggen. Of wat ik niet gebruik, maar wat ik wel heb. Die heb ik van Paps. En die heeft dunnere platen en die schijnen niet krom te trekken. Dan heb je nog de Gemini. Daar heb ik geen ervaring mee. Daar kan ik echt niks van zeggen. Ja, de rest weet ik eigenlijk ook niet. Dus dat is eigenlijk zou je gewoon, want je hebt ze ook nog van
Volgens mij is die van Tim Holtz, is er ook nog een elektrische. Eigenlijk zou je gewoon naar je hobbywinkel moeten gaan en moeten vragen. Er zijn diverse hobbywinkels waar je ze gewoon kan testen. Waar ze dus voor de workshops de machines staande hebben. En dan als je het dan kan testen, dan moet ik even opletten. Want, oh, sorry, krijgen jullie klap tegen de kop. Ik moest even mijn lampje een stukje opzij zetten. Dan ga ik weer proberen om een beetje recht, niet een beetje recht, maar gewoon recht te plakken. Want ik zit wel met dat, nou ik zit wel een klein beetje scheef, maar ja, voor dat. Oh, ik zit wel heel scheef. Gaat natuurlijk niet meer los. Nee, dat gaat niet meer. Nou, dan moet je daar maar even niet op letten. Normaal gesproken zet ik er altijd nog iets van, een beetje, oh, ik krijg hem nog iets opzij geduwd. Hij zat dus nog niet helemaal vast. Normaal gesproken doe ik er natuurlijk altijd een beetje vloeibare lijm. Maar ik vind dit spiegelkarton echt lastig plakken. Ik krijg het idee dat het dan heel snel losgaat. Kijk, en nu heb ik de overgang. Kijk, en dit goud. En dit goud is ook wel iets anders. Maar ah, dat maakt niet uit. Ik ga andere tape pakken. Niet die dikke meer. Even zoeken, waar is het beginnetje? Ja. En die tape ik alvast wel, maar die zet ik nog niet vast. Wat doen we dan? Oh, ja, het zou trouwens wel kunnen, maar doe ik dadelijk. Doen we dadelijk. Dit ligt gereed. Moet je wel rechtop, want nu zit hij op zijn kop. Zo. Ja, hij is toch wel ietsje schever, jongens. Is het heel erg? Maar ik kan er ook niks aan doen. Hij zit gewoon scheef. Sorry, hij is scheef. Wat heb ik nu nodig? Wat ga ik uitstansen? De grote ster. En die ga ik uit wit. Dit wordt echt een wit gouden kaart. Ik dacht, ik ga niet met designpapier werken. Zo af en toe vind ik het dus heerlijk om gewoon alleen maar ja, wit en een kleurtje. Hou je het een beetje chic? Waar is mijn witte deel wat ik kon gebruiken? Dat is weer anders. Zie je dat dat allemaal verschillend is van kleuren? En dat is ook weer anders als die wit en wit. Nou ja, Jules deelde zei het al, wit moet wit blijven, maar dat is niet altijd. Nou, dan heb ik hier een ster. Ik zie een ster en hij staat al ver. Maar hij komt wel dichterbij. En ik ga hem zo beplakken. Het maakt niet uit of ik het aan de onder- of de bovenkant, maar het is wel zo dat ik heel dat stuk beplakt wil hebben. Zo. Even kijken hoor, want ik kan mooi met snijer. Waar zijn mijn snijmessen? Even omdraaien. Eén, twee. Kijk, dan is dat mooi glad. En hij is weer mooi recht. En dan kan hij weer mooi op zijn plek. Ik verstop daar altijd van alles onder. Nou verstop ik de verkeerde dingen eronder. Dat is ook weer niet fijn. Het komt al. En daarom wilde ik ook niet echt gaan foilen. Want ik heb gewoon geen plek om dat ding hier weg te zetten. Ik foil altijd op mijn andere bureau. Oh, sorry hoor. Ik zit weer heel erg te kleppen en ik zit helemaal niet op te letten. Roy is zo bij. Ja, dan wordt het ras. Chips. Oké, deze die komt hier. Zet ik hem vast? Is het verstandig? Ik denk het van wel. Ik zet hem gewoon even vast. Ik heb hier nog tapejes. Hij hoeft maar dan één stukje vast hoor. En dan moet ik even mijn ijzeren plaat. Ik heb zo'n hele dunne ijzeren plaat erbij. Dus dat gaat klappen geven dadelijk. Niet schrikken. Maar mooi kijken hoe een dikke stapel platen dit is. Zoetje. Ja, ik koop nooit geen nieuwe platen meer. Ik snij in dat dikke ding. Is mijn, dat scheelt wel een hoop geld hoor, moet ik zeggen. Anders zijn het zo makkelijk een stuk of 3-4 platen per jaar. Magneetmatten die je kapot snijdt. Ken je dat? Dus, nou, daar heb ik nou gewoon niet meer.
Dadelijk geeft hij een grote klap hoor. Dus bang. Dan schiet hij even in de voorraam. Kijk, die. Die. Oh, het lijmpistool komt trouwens ook aan. Oh ja, en op die kaart had ik deze foil gebruikt, de matte gold. Dus in principe is het toch maar goed dat ik dat matte gouden kleurtje gepakt heb. Dus dat is wel prima. Dan gaan we even kijken of dat die... En dan ga ik iets doen. Oh, en dat vind ik eigenlijk helemaal niet fijn om te doen, maar... Ja, ik hoop dat hij hem helemaal heeft te pakken gehad. En zal ik hem dan voor de zekerheid gelijk nog maar een keer doen? Dan heb ik hem voor de volgende ook. Zal ik de volgende iets aan? Weet je, ik wacht nog even. Ik hoef nou toch voorlopig niet te stansen. Ik wacht nog even, dan kan misschien net het raderet iets anders doen. Kijk, wat nou wel ellendig is, is dat al dat kleine grutter blijft erin zitten. Ik heb er nu een sticker van gemaakt, hè. En die sticker, dat is niet de bedoeling dat hij dus op dat geëmboste terechtkomt. Maar die komt op een andere manier. Dus we gaan eens even zien. Nou, wat een mazzel. Er zit heel veel daarin, zie ik. Dus dat is echt mazzel. Allee, en dat plakt allemaal zo vast overal aan. Waar je het niet hebben wil. Oké, ik had deze foil. Nou gaan we even die achterkant eraf halen. Hoop ik dat nog het meeste... Oh, ik heb echt geluk. Er blijft heel veel in hangen. En als je dan met je vingers even zo doet. Hopla. Zie je, dan is die bijna leeg. Hopla. Hopla. En hij is leeg. Vet, hè? Goed opgelost, hè? Nou, even... Tegen de punten aan zo. Kijk, want ik wilde hem dus op deze hebben. Op dat matte goud. Nou, de foil P, hè? Ik ben er helemaal niet lang mee bezig. Jongens, mijn vingers zien er niet uit. Ik ben aan het vervellen. Kennen jullie dat? Ik heb het idee dat dat van de narcose is. Kijk, en dit... Gewoon even met de vingers eroverheen hard drukken. Dan moet je dadelijk alles weer van je vingers afhalen. Maar ik wil wel die zooi eruit hebben. Want anders blijft dat allemaal hangen. Kijk nou. Maar het gaat sneller van je vingers af. Dan dat je het met je handen eruit moet prutsen met zo'n pincet. Of een prikding. Nou, dan ben ik even die rommel van mijn vingers aan het halen. Hoppakee. Bijna schoon. Een paar stukjes. Ik wil het ook niet allemaal op de grond hebben, want dan plak ik het weer aan die vloer vast. Dat wil je ook niet. Oké. Nou, valt reuze mee. Ik heb er nog een paar. Nou, dan gaan we even knippen. Kan je niks lezen, Aafke? Maar je kan wel schrijven. Wij lezen wel wat je schrijft. Maar kan je niet, wat raar, maar als je wel, dan moet je, ik weet niet of je op een tablet kijkt of op een telefoon, dan zou het kunnen zijn dat je moet scrollen of moet wrijven, zodat je naar links of naar rechts moet wrijven op je scherm. Dan kan het zijn dat je wel kunt lezen. Kijk, die moet er helemaal af. Oh, dit is voor mij echt erg om te doen. Maar ja, ik vind dit wel een leuk detail zo, dus vandaar. En aangezien er geen matlaag bij zit, ja, moet je wat, hè? Moet je het op een andere manier oplossen. Even een beetje ruwer uitknippen. Hoppakee. Hoppakee, weg ermee. Klein stukje die kant nog. Want ik wil natuurlijk wel dat het overal waar ik goud onder wil hebben, goud onder hebben. Maar goed, vooruit. Dat komt wel. Oh jongens, ik heb van Marieke zo'n lief cadeau. Ik weet niet of jullie mijn verhaal gezien hebben. Ik zie Marieke. Nogmaals bedankt hè Marieke. Zo'n schattig cadeautje en zo netjes gemaakt.
echt prachtig. Ik ben er super blij mee. Ja, hij heeft een hele mooie pop voor me gehaakt. En die komt gewoon hier in mijn kamertje te staan. Staat nou nog even in de kamer. Alles wat ik krijg van kaartjes en dingetjes, dat staat altijd eerst even een tijdje in de woonkamer. Dan verhuist het naar de hobbykamer. En kaarten moeten op den duur gewoon in een bak, want ja, die bewaar ik allemaal hoor, doe ik niet weg hoor. Maar ja, zulke soort dingetjes die mogen natuurlijk op een mooi plekje. Hoppakee. Ja, goed hè, ik ben weer gewoon lekker bij. Ja, is echt super lief van haar, echt. Ze zijn ooit ook heel lang geleden een keer samen op de foto geweest. Weet je het nog, Monique? Jij was mijn eerste waar ik mee op de foto ging. Vond ik toen zo bijzonder. Daarna zijn er al meerdere geweest, hoor. Maar dat was toen echt de eerste. Toen dacht ik, hè? Waarom willen mensen met mij op de foto? Maar ja dat is nu duidelijk. Kijk, hij is bijna rond. Nog 2 stukjes. Omdat dit het meest recht is. En je knipt dit het makkelijkste. Je schaar ietsje schuin. Dus mijn onderkant, die hangt schuiner. Dus ik knip schuin weg. Dan valt het randje hier achter weg. Ja, ik kan het niet anders uitleggen. Doen we nog. Nou, die tackle was ook super leuk, hè? Ja, echt. Dat was ook echt hilarisch. Ik wist niet wat ik zag toen ik hem uitpakte. Nooit zoiets gezien. Wat doen we nog een keer, Martin? Vertel. Hopla. Als het goed is, maak ik hem straks nog een keer. Als het me lukt, qua tijd. Grutten. Hoe grutten. Maar ik denk dat moet lukken. Kijk nou hoe tof. En dan kan je er een tekst op zetten. Maar ik doe het niet eens. Want er staat hier joyful op. Happy. Ho ho ho. Falala. Dus eigenlijk staat alles er wel een beetje op. En bij mij hoeft er niet altijd per se een tekst op. Wat wel moet is een touwtje erdoor. En die gaan we vastzetten. En daar ga je eigenlijk niks van zien. Want dat komt natuurlijk onder een strikje. Maar we moeten hem wel even vastzetten. Dus we gaan er dadelijk even een gat in steken. Oh, op de foto! Ja, gaan we zeker nog een keer doen, Martin. Ga je vast wel een keer ergens zien. Ik ben echt van plan. Misschien zie ik je wel op de beurs. Ik ben echt van plan om in september op de beurs te zijn. En mijn beursmeiden hebben ook allemaal gezegd, je moet gewoon komen en hartstikke lief en we zorgen voor jou en bla 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 bla. En je mag dit niet, je mag dat niet. Nou, ik wil gewoon weer goed zijn en dat ik gewoon weer kan. Hoppakee. Maar als ik je dan zie, Martin, gaan wij op de foto. Gaan we zeker doen. Hartstikke leuk. Hier heb ik even een mooie nette prikmat. Want we gaan even uitvogelen waar die ster komt. Om en nabij. Kijk, hij past er precies in de midden op. Hè. Hij mag wel ietsje lager. Want er komt nog een touwtje. Nog een strikje. Ik vind dit eigenlijk wel een mooie plek. Nou, even een beetje breder maken. Want anders, kijk, je kan dit ook netjes met een tang doen. Hè, maar je ziet hier toch niks van. Dus het maakt mij niet zoveel uit. Als mijn touwtje er maar doorgaat, is goed. Dat is de vraag. De vraag van vandaag. Je touwtje kan er niet door. Even oprekken. Nou, zullen we dan toch even dat ding erbij halen? Vooruit. Kom maar op met die Big Bite. Even kijken. Ja, het kleine gaatje daar. Hoppakee, dat is toch wel net wat makkelijker. We leggen hem weer terug. Ik heb altijd graag die apparaten allemaal weer terug op zijn plek, want anders zoek ik me naar.
In Utrecht. Nee, we gaan eerst. Ja, ik herkende jouw envelop. Ja, ik inderdaad, ik had een kaart van jou gehad. Zonder je naam, hè? Maar ik herkende de flop, het schrift, de bewerking. Ik denk, nou, die is van Aletta, klaar. Even zoeken, waar is mijn tape? Oh, muts, ja. Hier is mijn tape. Dan moet ik even zien, want dit moet er ook af. Anders gaat dat natuurlijk niet meer. Hopla. Maar dan kan ik hem daar misschien wel, want hij moet gewoon strak erin. Niet helemaal strak, want ik wil dat hij kan wiebelen. Zo. Wat een ziek idee. Dan kan die ingekort worden. Met een andere schaar. Ik heb overal scharen voor. Maar anders dan pakt het niet. Die nog even zo eroverheen. Dan kan geen kant meer op. Hoppakee. En dit is echt als je bijvoorbeeld... Kijk, nou is het met foil. Dadelijk komt er eentje dus zonder foil. Als je... Stel dat je in tijdnood komt... Dit zijn echt kaarten die je gewoon best wel snel kan maken. Als je goed voorbereidt. Ja, vind ik wel. Je hoeft niet na te denken qua papiertjes, qua kleuren. Wit goud, wit zilver. Klaar ben je. En je kan alle kleuren pakken. Je kan ook rood-wit, groen-wit. Noem het maar op. Maakt niet uit. Ik zal ze dadelijk aan het eind laten zien, want ik heb ze in kleuren gemaakt. En de meesten die mij volgen, die weten denk ik al wel in welke kleur. Want dus meestal als ik een designpapier zie, dan is dat de... Kijk nou toch hoe scheef. Zijn dat de kleuren die ik eruit haal? Maar, ja, dit was echt scheef. Dat gaan we niet doen. Ik bedoel, scheef is scheef, maar... Een millimeter zeg ik nog alleen, maar dit was al heel veel. Ik denk dat ik hiermee kan leven. Zo. Nou, die bengelt. Dus daarom kon die nog niet vast. Oeps, hier een dingetje erop. Ja, eind oktober, begin november is Creadoel. En in september is het knotsgekke kaartendagen. Nou, hij moet natuurlijk wel goed leggen, want hij gaat zo open. Die had ik dus al gestanst, hè. Nou, dit moet er van achter, want dat is een bubbel. Een bobbel. Nou, dit plakt allemaal gewoon heel makkelijk, want het is gewoon karton op karton. Dus dat is niet lastig. Maar met dat glitterkarton of foilkarton, daar moet je altijd even op letten. Ik geloof dat ik nou redelijk goed zit. Mag ook wel een keer. Nou, dit is eigenlijk de basis. Hij is kei simpel, hè. Dan gaat er een strikje op. Dat ding staat aan, hè, ja. Ga je me stalken? Nee, ik ga naar beide. Of had je het niet aan mij? Dat kan natuurlijk ook. En welke wil je dan, Stephanie? Want ze zijn alle twee leuk. Maar als je van diversiteit houdt. Ik kan je vertellen, als je in Utrecht gaat. Daar kijk je je ogen uit. Daar is echt... Dat zijn meestal drie hallen. Dat is heel groot. Als je niet zo van heel groot houdt en je vindt onze stand natuurlijk super geweldig. Boekenvoordeel staat er ook trouwens. Die staan altijd aan de overkant bij ons. Dus die staan er dit jaar vast weer. Dat hoop ik wel in ieder geval, want ik wil die meiden ook weer zien. De strik is niet goed. En, maar dat is kleiner. Dat is maar één hal. Maar ook gewoon reuze gezellig. Maar ze zijn altijd leuk. Dus het enige jammer is, ik zie er zelf nooit zo heel veel van. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Kijk, hij kan zo. Is groot zat, strik. Ik dacht eigenlijk dat mijn touwtjes aan de korte kant waren, maar is groot genoeg. Mijn hangtandje, touwtjes, hè.
Even goed strak. Die moet ietsje korter nog. Die ook. Ja, dit is altijd even prutsen. Dat is niet helemaal naar mijn zin. Ik zeg een druppel lijm hierboven. En dan gaat er ook altijd weer zo'n lijmdraad op zijn, maar dat is niet zo erg. Kijk. Oeps. Die ben ik kwijt. Ik had een bloemetje. Ik heb gouden balletjes. Ja, en dan zijn we er al een heel eind. Die komt daar. Verder maak ik er gewoon niet te veel poespas. Ja, nog een leuke steen erop. Creadoe. Ja, nou, die is echt heel groot. En je moet opletten. Het is ook heel vaak een aanbieding als je met de trein komt. Ik zeg, met de trein is wel heel handig hoor. Ik ging vroeger, nu tegenwoordig mag ik mijn collegaatje meerijden natuurlijk. Vroeger ging ik met de trein erheen vanuit Zeeland. En dan stap je op de jaarbeurs uit. En dan ben je er bijna. Dat is een klein stukje lopen. Dat is goed te doen hoor. En dan heb je ook geen parkeerkosten. Dan hebben ze ook meestal een aanbieding volgens mij. Hoppakee. Gaan we er met twee of drie doen. Even denken. Ik zal eerst even twee afknippen. Ik vind twee wel genoeg. Twee lengte. En verder komt er dus eigenlijk niks op. Dat is nog een steentje dadelijk. Oh, dit is eigenlijk weer de verkeerde schaar, hè? Dit is mijn papierknipschaartje. Maar gelukkig doet mijn machine... Ik ga steeds beter wennen aan mijn scan en cut die mijn plaatjes snijdt. Dus voor mij niet veel knipwerk meer. Die. En die. Hopla. Ja, schiet maar weg, maar ik zie je. Auw. Het zit aan mijn hand waar het niet moet zitten. Dat was een beetje vervelend. Oh, ik heb hier ook nog balletjes liggen. Ga ik die er nog doen? Dat zijn kleine kralen. Ik denk dat ik dat nog wel leuk vind. Gewoon voor de kleine detail. Kijk, het fijne is dat je die bloem even oplicht. Hoppakee. Ik ga even kijken. Want die heb ik nou weer gevonden. Dot kralen. Ik denk, ja, daar moet ik toch ook een keer vanaf. En als je die er nou een beetje onder verstopt. Zo. Is dat ook weer leuk. Dat is als je zo af en toe eens gaat kijken wat je allemaal hebt. Dan kom je best leuke dingen tegen. Zo. Nou, die is klaar. Dus deze is met foil. Oh, er zit hier iets wat er niet hoort te zitten. Dat is het. Kind kan de was doen. Nee, niet klaar. Nog één steentje er middenop. Vraag me niet waar deze van zijn, want die zijn al heel oud. Dus dat weet ik niet. Maar ik dacht, ach, vind ik wel leuk voor hier in het midden. Kijk, een haai kan nog gewoon iets bengelen, hè? Dat vond ik leuk. Nou, dan zal ik die andere nog even, daar red ik wel, hè? Jawel. Zal ik de andere nog even maken, want daar heb ik ook al een deel van gemaakt. Kijk, we gaan heel snel. Want ik heb mijn achtergrondkaart al. Ik heb deze. Het enige wat ik dan dus niet heb, is mijn gewone witte kaart, die er dus op komt. Heb ik die per se nodig? Ja, want ik heb deze kleiner gemaakt. Dus ik moet nog even een stuk wit pakken. Oeps, ik zit ergens aan vast. En de ster, maar dat ga ik zo even bekijken. Even een stuk wit hoor. Ik dacht dat ik voldoende had gepakt. Nee, dus. En zo terug. Kijk, deze moet ik nog even stansen. Want deze komt daartussen. En dan moet ik even snijden. Want we gaan hem nu natuurlijk maken zonder de foil. Dan is het voor ieder wat wils, hè? Want ik snap, als je niks hebt van foil,
En je bent bijvoorbeeld een beginner en je moet alles aanschaffen, ja, dan is het natuurlijk best een uitgave. Maar goed, ik heb ook al echt wel heel vaak aanbiedingen gezien van mensen die het dan weer wegdoen. Als je de mazzel hebt dat je het over kan nemen weer van iemand. Ik had het toen gehoopt, maar ik piste net naast de pot. Ze had hem net verkocht aan een ander. Dat was nou echt jammer, hè. Even kijken. Ik heb nu natuurlijk geen foil, dus ik ga nu met deze, de felle. Dat moet kunnen. En die gaan we 4 mm breder maken dan dat deze is. Hij is bijna klaar. Moet ik even mijn lineaal. Oh, nee, niet daar zet ik ook, want dan gaat het allemaal fout. Doe maar daar. Mijn lineaal. En deze is, andersom. Oeps, there it is. Deze is 8,7 breed. 8,7, dus hij wordt 9,1. Ik ga gelijk doorrekenen. 9,1 bij 13,4. 9,1 bij 13,4. 9,1. Doe ik hem altijd nog ietsjes verder, want je snijrand zat er nog af. Bij 13,4. Hey kind, 13,4. 13,4. Ik snap er niks van, maar het zal wel goed zijn. 13,4. Dit is een overtje, die kan weg. We moeten daar dus weer de hoekjes aan gaan maken. Maar ik ga eerst even mijn andere pakken. Oeps, het kraakt. En dan moet ik even gaan verzinnen. Ga ik wel met een... ja, we gaan wel de dingen ook met goud erachter, hè. Moet ik even hier die kleine puntjes eruit halen. Anders dan blijven ze erin zitten bij mijn stans. Voor degene die inschakelen, ik ga net erbij zijn. Ik ga een ster uitstansen, maar dan wordt die gestanst met aan de achterkant dubbelzijdig tape. Zodat ik dadelijk een sticker heb. Even vastzetten. Kan die er ook door, maar die doe ik door mijn machine. En omdat ik dus dat dubbelzijdig tape, dan doe ik er een ijzeren plaat tussen. Omdat het anders er net niet helemaal doorheen gaat. Dan moet ik hem altijd even een zetje, hoor je hem? Even een zetje geven. Dan klapt hij even een paar keer. Nou, baf. Kijk, ik gebruik wel de hot foil stans. Mocht je die dus dan niet hebben, eventueel, kan je natuurlijk gewoon je basiskaart maken. De lengte. En dan met boogjes, hè? Dus met een hoekpons of zelf afronden. En de basis is 14,8. En hij is zo 10,5. Tot de volgende keer. Hingen we aan de loop uit? Ik weet het niet. Wat heb ik nu? Die kwam hierop. Even kijken of dat hier een beetje klopt. Ja. Dan gaan we daar die hoekjes afhalen. En dat hou ik ook van die kleintjes. Nou, dus 4. Zorgen dat we goed in de punt zitten. Dus dat je goed randen raakt aan de zijkanten. Nou, klaar. Dus dan krijg je een iets bredere, maar dan een kale rand. Nou, niet erg. Dat is gewoon een brede basis, heb je dan. Dus die kan daarop. Dat gaan we weer met... Oh, ik heb nou dat plakkerige weer aan mijn handen. Met tape. Daarnet heb ik hem met rode tape, maar ik doe het gewoon met deze tape. Gaat ook. Maar ik heb wel het idee dat je en tape en lijn moet gebruiken. Enkel tape of enkel lijn. Laat spiegelkarton wel heel snel lossen. Dat is mijn ervaring. En dat willen we natuurlijk niet. Ja, daar had ik ook zo'n handige tool voor. Daar is die. Ja.
Alleen dan ben ik bang dat ik door mijn... Daar komt hij. Door mijn papier heen ga. Als je het goed doet, niet natuurlijk. Kijk, hier zit ook weer zo'n verdikking. Hoppakee, weg. Nou. Dan even wat lijm er extra bij. Want anders... Dat zou je kunnen doen. Je kunt eventueel inderdaad een stiksteekrandje maken. Je kunt er een stempelrandje op zetten. Als je met goudembossingspoeder of zo. Ook heel erg leuk. Dan los je het op die manier op. Ja, je moet even gewoon kijken met de spullen wat je hebt. Dan kan je toch gewoon meedoen. Maar er zijn er ook zat die wel aan de foil willen gaan. Nou ja, en daarom dacht ik, oké, ik doe hem vandaag en. Dat moet je niet doen, Ko. Je moet niet op het spiegelkarton lijm smeren. Want dan wordt een doffe vlek. Dan kan je dat nog wel met iets of wat nattigs. Als je snel bent, maar dit is zo'n smal randje. Oké, die komt daar. Dan gaan we kijken of de ster al klaar is. Ik denk het. Ik hoop het. Die kan gelijk weg. Die heb ik gelukkig niet altijd nodig. Die ijzeren plaat. Maar het is wel handig hoor. Als je heel gedetailleerde mallen hebt. Is dat wel heel handig. Nou, ga ik dit nog bewaren? Dat dacht ik niet. Weg ermee. Nou, eens even kijken hoor, hoe die er weer uitkomt. Ik hoop van goed. Oh, dat is natuurlijk een punt wat ik niet eruit hoefde te halen. Ik denk het wel. Die mal ga ik zo meteen wel even leeg prutsen. Het meeste is er weer uit. Heerlijk. Ja. Tada. Nou, daar blijft het dan weer niet aan plakken. Hè? Dat is dan weer jammer. Hè? Dus moet echt even met de vingers. Ik had deze. Dit was mijn spiegelkarton. Ja. Dat ik wel de goede heb. Hè? Deze gaat niet zo lekker als de eerste. Die ging makkelijker. Hier blijft toch nog een beetje het een en ander in zitten. Of op. Dat is nog vervelender. Want dan zit het op je lijm. Kom. Had ik een pincet ergens? Hier. Kijk, deze moet ik hebben. Hij heeft hem gewoon niet zo heel fijn gestanst als dat hij de vorige deed. Maar goed. Ik heb hier nog een punt. En dit is toch zo ellendig aan je vingers. Hopla, weg. Eerst even los hoor. Eerst even die vingers leeg. Yep. Het meeste is er weer af. Er zal vast nog wel wat zichtbaar zijn, maar hier kan ik wel weer mee werken. Heb ik hier nog een... Kijk, want daar zie ik nog van die kleine dopjes op zitten. Die moeten er echt af. Hier en hier. Anders staat hij dadelijk een beetje op een punt. Hier zit ook nog zo'n randje. Dan blijft hij niet mooi plat. En hier. En hier een staafje. Nou, we gaan. We gaan het wagen. Kijk, moet je dit nou met lijm doen? Is het echt geen opties, geen beginnen aan. Je ziet nu al dat ik, en dat is van de lijm die erachter zit. Nou kan dat soms wel even helpen om er even met een doekje over te gaan. Ik heb hier, zie je, wrijf je het er even af. Dat zijn de lijmrestjes die er dus net naast geschoten zijn. Waar ik net even ruzie mee had omdat het vast bleef zitten. Nou, verder moet ik er niet te veel aan doen, want dan maak ik hem dadelijk stuk. Dan gaan we weer knippen. Oh. Ja, ik ben soms zo'n
knipper, dat ik gewoon in één keer, bop, knip ik door. Dat is niet goed. Ja, worden chique kaartjes, hè? Vind ik ook. Maar dat is toch, vind ik, wel heel erg, hoor, als je wit met zilver. Dan hoef je helemaal niet zo bijzonder te doen. Of wit met goud, bedoel ik. Wit met zilver trouwens ook. Wat ik ook heel chique vind, is als je donkerblauw met zilver. Vind ik ook mooi. En zwart met goud. Ook mooi. Kijk, ik kan soms ineens, mijn hand kan soms gelijk doorschieten. En dan schiet ik, knip ik gewoon zo door zonder dat ik het wil. En ja, dan knip ik het stuk. Daarom knip ik liever niet in de lives. Maar ja, dan moet je niet dit soort kaarten verzinnen natuurlijk. Want dan moet je wel. Weet je, ik heb tig scharen. Het maakt niet uit welke ik pak. Gewoon, maar goed, ik loop bij de fysio en ik hoop dat hij me kan helpen. Osteopaat is het. Vooral voor mijn trilvinger, voor mijn deze, dat is een tintelvinger. Dat heb ik na de operatie. Schijnt dat er heel veel knopen in mijn spieren zitten. Dat is natuurlijk niet fijn. Dus die moet je er allemaal uithalen en dan moet je oefenen. En dan lig je daar plat op zo'n bed. En dan doet hij voor hoe je moet oefenen. En dan ga ik zitten en denk, oké, hoe was het ook alweer? Nou, dan ben ik onderweg naar huis, hè. Dan denk ik, ik weet het niet meer. Dus er komt weinig van oefenen. Ik moet rekken, maar ik weet alleen niet meer wat ik moet rekken. Ja, spieren oprekken, maar hoe dan? We gaan gewoon een maandag weer en ik hoor het wel. Ik duw er gewoon mijn paracetamol in en dan voel ik het niet. 'S Avonds hoor, overdag niet. Dan doe ik het niet. Ga niet pleuren. Je neus groeit helemaal tot in Schiedam. Zijn jullie mee? Oh, nou, ik zie er helemaal niks van. Ja, dat gaat niet, Marieke. Ik weet het. Omdat er dus de dubbelzijdig tape, wat Anne zegt, er zit dubbelzijdig tape achter. Kijk, normaal gesproken kan je dat inderdaad met een borsteltje doen. Nou heb ik zo'n borsteltje en ik vind het helemaal niet fijn werk hoor. Maar goed, dat kan wel. Maar omdat ik er nu dubbelzijdig tape tegenaan heb zitten, gaat dat dus niet. Kijk, en nou, en dat is nou weer een klein stukje wat ik niet leuk vind. Er komt een stukje in beeld dadelijk. Nou, dus daar ook. Hij is niet zo mooi schuin geknipt, zie ik wel. Gaan we dat zien? We gaan het zo zien. Als het opvalt, moet er nog een reepje af. Als het niet opvalt, laten we het zitten. Want voor hetzelfde geld knip ik net de sterke pot. En dan moeten we niet hebben, dan moet ik weer opnieuw beginnen. Dan ben ik nog laat klaar. Dus ik denk... Kijk, ik had er ook voor kunnen kiezen... En dat is voor jullie een idee, hè? Als je denkt van, ja, joh, hey, dat vind ik allemaal veel te veel werk, dat gepruts. Stans dan je ster uit goud. Dan hoef je niet te prutsen. Gewoon enkel goud en dan heb je een goudkleurige ster hierbovenop. Ook mooi, hoor. Maar ik ben dan zo met, ik wil dat dan weer net met een gaatje hebben en een... Ik zie wel dat ik daar nog wel even een ding moet doen. Hier komt hij wel ver. De punt komt er voorbij. Heb je dat bij meerdere? Het puntje kan ik net eraf knippen. Dat zit er net achter. Nou zeg, alle punten. Alle punten tegelijk. Hier maken we nog wel even een grote gat in met... Big Bite, where are you? Over here. Hopla, hij zit erin. Een touwtje. Ik volg het niet. Ik kan het niet volgen. Het gaat mij te snel. Maar dat is helemaal niet erg. Jullie kletsen maar een ent in de wereld. Helemaal gezellig.
Alleen, jij moet daar wel doorheen, want dat wil ik. Zie je? En als ik dan dichterbij kom, dan zegt hij, hey, dag. Dan gaat hij niet meer zo plat. Hij wil echt niet. En daarnet ging die zo makkelijk, hè? Ja, nog even, weet je, dan doe ik het anders. Ik ben niet voor één gat gevangen. Hé, hey, dan ga je er gewoon maar zo doorheen. Ook prima. Krijg ik je ook vast, hoor. Niente problema. Hopla, dat is één kant. En dat is nummer twee. Holadie. Stukje tape. Ik denk om en nabij zo. Het gat zit ietsje, mag ietsje hoger. Hè? Hij mag ietsje lager hangen. Hij mag wiebelen. Zo. Dit weg. Oké. Ik denk dat ik lekker die ster mooi laat liggen tot morgenochtend. Ik geloof niet dat ik daar nog wat aan ga doen vandaag. Oh, ik had hem eigenlijk al op deze kunnen plakken, maar heb ik vergeten. Is dat zo erg? Nee, tuurlijk niet. Maakt niet uit wanneer je wat op elkaar zet, als je het maar op elkaar zet. En dan ben ik er net helemaal vergeten te kijken of er überhaupt iemand weet welke kleur ik de andere niet had gemaakt. Wat vind je moeilijk bij te zien? Nou, dus, bij de Big Bite, ik kijk dan scheef. Want ik kijk dan, kijk als die zakt, ik kijk dan, ik heb al een klein gaatje. En dan kijk ik, oké, dat gaatje moet hier ongeveer onder dat dingetje van onder het stokje vallen. Je kan niet van boven vandaan kijken. Dat kan bij de kroppendaal wel. Ik heb er geen moeite mee. Ik vind hem super. En die, weet je, die kroppendaal heb ik ook. Maar dan moet ik de koffer open doen. Dan vliegen de eyelets er. Oh nee, de eyelets zitten er nou niet meer in, geloof ik. Nee, die heb ik in een doosje gedaan. Maar dat was vroeger. Dan vlogen die eyelets weer alle kanten op. Dan dacht ik, ik pak de Big Bite wel. Maar ik heb ze alle twee. We zijn allebei handig. En als ik bijvoorbeeld naar een workshop of zo ga, dan vind ik het toch makkelijker om de kleine mee te nemen. Want die kan je mooi in dat koffertje meenemen. Dus het heeft allemaal zo zijn voor's en zijn tegens. Hopla. Dit is de bovenkant. Dat maakt voor deze nog niet uit wat boven en onder is. Zo. Gewoon recht, hè? Hoe is het mogelijk? Nou, die kan gewoon met lijm. Dit er van achter. Wel even kijken waar mijn vouw zit, want ik wil hem natuurlijk niet op de kop hebben. Daar. Dit er van tussen. Oh, dat is te weinig lijn. Even langs de randen goed. Dus dit is de bovenkant. Dan gaan we vanaf deze kant even gewoon proberen netjes te mikken. En als het dan goed is, zitten we zo goed. Zit hij er netjes op. Nou, dan kan die mooi open en dicht. Hartstikke idee. Dan gaan we weer een strikje maken. Nou, zal ik je wat vertellen? Gewoon groen, hè? Je hebt het gewoon goed, hè, Stephanie? Nee hoor, geen blauw. Ik ben echt, ik pak echt altijd als er groen in een designblok zit. Waarom roepen we groen en blauw? Ja, dat is nou gewoon kudde gedrag. Niet weten wat er gebeurt en gewoon meedoen. Maar die is een beetje te lang. Dan doe je ook gewoon een kleurtje roepen. Als je dat leuk vindt. En je weet niet waarom. Lachen. Maar ik had dus gevraagd van welke kleur heb ik die andere kaartjes gemaakt? Mijn voorbeeldkaartjes. En die ga ik je dadelijk laten zien, hoor.
En ik moet eerlijk zeggen, ik had iets anders ook gereed gelegd. En toen dacht ik, wat ga ik nou live doen? Wat ga ik nou doen? Ik denk, nee, ik ga toch gewoon deze maken. Ik vind het gewoon leuk. Bloemetje. Mijn bloemetjes zaten vast. Aan elkaar, maar ook aan de magneet. Er zitten natuurlijk ijzerdraadjes aan. Nou. Hoe snel kan het gaan? Heb ik toch gewoon bijna... Het is 9 uur. Ik ben bijna klaar. Een paar details. Ik moet nog een steentje. Yep. Die gaat hier mooi in de midden. Hartstikke idee. En dan moet ik nog parelstrikjes. En waar zijn die gebleven? Niemand de deur uit. Ja. 2 van 2. En 2 van 1. Volgens mij zitten die vast aan elkaar, die onderste. Dus ik knip ze gewoon even zo. Hopla. Ja, en ik had verschillende groentintjes gebruikt. Maar het was wel heel soft. Fijn, ik laat ze zo zien. Ik ben er bijna. Ik loop altijd iets uit, daar ben ik gewoon gewend. En wat dat betreft ben ik ook alweer aardig op hetzelfde niveau, denk ik, hè? Ga gewoon weer door tot het klaar is. De eerste live dacht ik, oké, als het niet meer gaat, dan stop ik gewoon. Dat heb ik ook niet gedaan, maar ik ben gewoon doorgegaan. Het gaat gewoon allemaal. Eigenlijk best wonderlijk hoe snel een mens ook weer kan herstellen. Oké, die is... Oh nee, die mag nog niet uit, want ik heb nog een paar dingen... Ik heb nog 2 kralen. Oh, die gaat er wel heel diep onder. Oh, je ziet hem haast niet meer. Hij is verstopt. Hij speelt verstoppertje. Weet je waar dat ook fijn voor is? Om die kralen ertussen te doen. Soms heb ik wel eens dat ik gewoon lijm geknoeid heb. En denk, nou dan... Gooi ik er zo'n kraal tegenaan. En dan zie je het geknoei niet meer. Nou, dit is hem. Dus dit is hem zonder de foil. Het is wel de foilstans. Maar wat ik al zei, je kan hem natuurlijk gewoon maken zonder die stans. Dan heb je dus wel de sterrenstans nodig. En die is gewoon ook super leuk, vind ik. En dan heb ik hem dus hier... In het wit met foil. Ik zal even wat scharen wegmiepen. Dat ik even een beetje plek heb om te showen. Dus zien ze die? Zien jullie die? Zien jullie? Dus dit zijn de witjes. Nou, en dan heb ik hier een groene met foil. En hier heb ik een groen met zilver. Ook leuk. En dan heb ik gewoon witte dingetjes gebruikt. Die is iets anders van tintjes. Maar dat zijn dus mijn uitgangsdingetjes, zal ik maar zeggen. Dat ik dacht van, oh, nou ja, dan gaan we die live doen. En ik vind ze in het wit met goud ook gewoon hartstikke tof. Ik dank jullie allemaal voor het kijken en tot de volgende live maar weer. Doei, doei!